Ja, Kevin Panhuizen, eerstejaars belofte en ja, een seizoen dat ja, toch wel niet al te goed was, denk ik, dat je zelf al hebt aangegeven, maar dat heeft met heel veel factoren te maken, daar gaan we het nu niet over hebben, maar we gaan naar de toekomst kijken. Ja goed, hier de wedstrijd in Beringen, ben je daar tevreden van? Ja, ik ben wel tevreden over mijn gevoel. Het ging veel beter als verwacht eigenlijk. Mm-hmm. En nog enkele kleine dingen gehad waarvoor ik toch enkele plaatsen verloren heb. Mm-hmm. Maar over het algemeen heb ik eigenlijk wel goed gereden vandaag. Ja. Je hebt ook nu een nieuwe trainer binnenkort. Peter Verhoeven gaat je trainen. Had je nu ook een nieuwe trainer nodig om ja, een ander gevoel te krijgen, om ook nog beter voor de dag te komen? Ja, dat gaan we nu zien. Ik zit nu 3 jaar bij Tim, denk ik. En het was toch wel eens tijd om te vernieuwen, denk ik. Ik heb een iets minder seizoen gehad, dus ja, ik hoop nu dat volgend jaar toch helemaal top is en dat ik er helemaal weer voor kan gaan. Ja. Dit is misschien een raar of een slecht voorbeeld. Jan Schuurmans was in zijn eerste jaar ook niet zo goed. Had een hoop medische problemen. Hij vliegt het jaar. Misschien voor volgend jaar hetzelfde scenario? Als ik volgend jaar een wereldbeker win, is het mij goed hoor. Ja, dat kunnen we vertekenen. Hè? Ja. Hoe ziet de rest van het seizoen er nog uit voor jou, Kevin? Ik ga volgende week in Langdorp rijden en dan de week erna in Zoetermeer. En dan hoop ik dat ik nog naar Noorwegen kan gaan. Ja. Want daar gaat waarschijnlijk niet zoveel volk aan de start zijn. En daar kan ik toch wel enkele punten gaan nemen, denk ik. Ja. En Noorwegen is heel belangrijk. Volgend jaar 2K in Noorwegen. Ja. Je kan eigenlijk al een stuk het parcours verkennen, laten we maar zeggen. Dus dat kan al van pas komen. Misschien dan toch voor volgend jaar, voor dat WK. Ja, dat is volgend jaar is een extra groot doel. Daar ga ik heel teleurgesteld zijn als ik er volgend jaar niet ga staan. Dan gaan we daar helemaal naartoe werken, denk ik. En ik wens je nog heel veel succes voor dit en volgend seizoen, uiteraard. Ja, bedankt. We zijn hier bij Lilian de Stabel, de teammanager van het KMC Trek Team. Zeg je dat juist? Want het is ofwel omgekeerd ofwel... Speelt even een rol, ze zijn allebei belangrijk. Oké, goed. Ja Lilian, je hebt al veel renners zien komen en gaan, maar ik denk dat je zowel met Kevin als een aantal andere renners toch wel een aantal toppers in huis hebt. Uiteraard Kevin, daar geloven we in, zeker KMC. En ook Kenneth Comans. Ja, dat is de toekomst. De twee Kenneten zijn eigenlijk de toppers van het team, om het zo te zeggen. Ja. Wat zijn nu de vooruitzichten voor het volgend jaar? Ben je opnieuw een UCI Trek Team? Wij gaan dat sowieso aanvragen. Wij zoeken nog wel een extra toprenner erbij te nemen. Dit op vraag van KMC. Ja. En dat is? Momenteel weten we dat nog niet. We zitten met een paar ideeën. Dus, ja. Ja, dat is nog te vroeg, de onderhandelingen lopen nog. Het zal oktober zijn. Oké, dat is goed. We zullen dat wel via een persmededeling of zo te weten komen dan waarschijnlijk. En meestal zijn inderdaad in die periodes dat transferperiodes en dan krijgen we ook nog wel eens leuke nieuwsjes. Nu Lilian, je bent ook actief via de afdeling Oost-Vlaanderen, dacht ik nog altijd. Voor daar eigenlijk het mountainbiken te stimuleren. Je hebt daar onder andere een Ruben Scheiden. Je hebt daar nog een aantal andere beloften. Hoe ziet het daar eigenlijk uit in de provincie Oost-Vlaanderen met de mountainbikers? Wel, inderdaad, we hebben er een paar. Ja. Ik heb er eigenlijk... In mijn functie als voorzitter heb ik er eigenlijk zo minder contact mee. Ja. We volgen dat wel op, sowieso. Ja. Maar het is nog maar het tweede jaar dat er eigenlijk een voorzitter is voor mountainbike. De voorbije jaren was dat er niemand. Niet. Er was er niemand. Nee. Dus je hebt eigenlijk een pioniersrol te vervullen als voorzitter voor het mountainbike in Oost-Vlaanderen. Ik probeer dat toch. Ik heb toch wel de ervaring in de mountainbike. Ik zit elke keer in het veld. En die functie ligt mij wel... Ja, dat dacht ik ook, ja. Dat kwam ook onmiddellijk bij mij op. 2 jaar geleden toen inderdaad werd aangesteld in die functie. Dat zijn altijd de juiste mensen op de juiste plaats, denk ik dan ook wel. Nu nog misschien iets over het team. België is toch al een klein beetje op de kaart gezet om het mountainbiken, maar er kan nog heel veel gebeuren. Hebben jullie zelf met het team nog ideeën daar rond om het mountainbiken in België nog populairder te maken? We hebben heel veel ideeën. Maar daar moet je elke keer een budget voor hebben. Ja. En KMC steunt ons daarin, maar wij moeten ook resultaten voorleggen. Ja. En misschien in de toekomst een buitenlander, een toprenner binnenhalen. Ja. Dat zou wel ook leuk zijn. Oké.
Okay, dat je extra versterking hebt, dan de druk op Kevin, Kenneth en Kevin dan eigenlijk niet zo hoog wordt gelegd en dat je eigenlijk een gelijke druk hebt voor het team en in die zin. Dat kan allemaal in een voordeel zijn. Ja, hè? Voilà. Sowieso. En volgend jaar gaan we proberen de Bundesliga volledig te doen, omdat KMC er ook de hoofdsponsor is. Ja. Oh ja. Dus dat is een van de... Oké, zeer belangrijk. We hebben ook weer al extra nieuwsjes meegekregen. Goed, Lilian en Kevin, hartelijk dank voor dit interview. En veel succes in de toekomst met jullie team. Oké, dank je wel.